De voorjaarsbode. Tulpen, ze zijn er weer. Kijk eens even, Nationale Tulpendag op de Dam. Iets wat we al 9 seizoenen doen. En wat is dat altijd bijzonder? Sowieso alleen al de plek. Meer dan 200.000 tulpen worden bij elkaar gezet en er wordt iets heel moois van gemaakt. Hier zie je bijvoorbeeld het hart, maar elk jaar heb je dan een ander thema. Meer dan 100 nationaliteiten die komen bij elkaar om allemaal tulpen te plukken. Ik heb er met Rob elk jaar echt een feestje van gemaakt. Heel veel mensen die komen zingen, vrouwen met mooie hoedjes en overal tulpen. En dat midden op de Dam. Maar ja, helaas, dit jaar zit het er niet in. Wij blikken nog even terug op de afgelopen 9 jaar, waarbij Rob en Ivo steeds aanwezig waren tijdens de vrolijke aftrap van het tulpenseizoen. Vanaf nu is het tijd voor de tulp. Zo moet je het is tijd voor de tulp. Ja. En dan wordt er officieel wat de start zijn gegeven, dat is hier. 2, 1, 2, ja! Na het start zijn mag iedereen een bos tulpen plukken om het lentegevoel in huis te halen. Gaan wij zelf de foto. Waar zijn alle tulpen gebleven dan? Nou, kijk daar eens even. Dat is zo. 2016, je ziet het, hè? Elk jaar is er een nieuw thema. Tulpenkwekers beelden dat uit in een groot bloemenmozaïek waaruit het publiek mag plukken. Wat is het weer super. En dit jaar is het thema? Flower power. Naast het tulpenplukken, gezelligheid en verbroedering wordt er jaarlijks ook een nieuwe tulp gedoopt door een bijzonder persoon. Zoals hier, Quinty Trustful. We kijken nu alweer uit naar volgend jaar met weer een nieuwe Nationale Tulpendag op de Dam. De tulp. Een bloem waar we natuurlijk met z'n allen ontzettend trots op zijn. Je kan hem in de tuin neerzetten met bol en al. En je kan hem natuurlijk ook op een vaas neerzetten in je woonkamer. Maar ja, het begint natuurlijk allemaal met het bolletje. Ja, Arjen, allereerst heel erg leuk dat ik bij jou op de kwekerij mag kijken. Ik heb nou zo'n bolletje in mijn hand, want daar begint het allemaal mee. En ik heb meteen van die hele mooie velden voor me, met al die mooie gekleurde bollen. Ja, dat klopt. Dat is alweer een jaar terug. Afgelopen april bloeiden die velden. Maar die bloemen, die hakken we eraf om vervolgens het voedsel vanuit de plant in de bol te krijgen. En dan krijgen we dikke bollen terug. En die bewaren we dan op een gegeven moment hier om een speciale preparatietemperatuur te geven. Want we moeten hem een klein beetje voor de gek houden, want de tulp heeft kou nodig om tot bloei te komen. Nou, ik kan je wel vertellen, het is hier koud. Want ja. Hoe koud is het hier precies? Het is hier op 2 graden. En de meeste tulpen hebben tussen de 14 en 18 weken deze temperatuur nodig. Eigenlijk de normale winter. Maar wij willen natuurlijk die tulp eerder hebben. We willen in januari al bloemen hebben. En dat doen jullie dus op deze manier? Jullie houden de bol een beetje voor de gek? En als ze hier nou 18 weken hebben gelegen, wat is dan het volgende stuk wat jullie gaan doen? Dan gaan we ze opprikken op bakjes. Er wordt water bij gevuld. Dan maken ze de wortels. Dat duurt nog ongeveer 2 weken. En daarna gaan ze vervolgens de warme ruimte in. En daar staan we dan bij de tulpenflat. Ja. Als ze op een gegeven moment uit de cel komen, die wortels die zijn geproduceerd, dan is deze tulpenflat belangrijk, toch? Ja, voor mijn bedrijf wel. Wij besparen hierdoor in dezelfde ruimte natuurlijk energie, minder stroom, minder gas. Nou ja, dat is iets wat we tegenwoordig willen natuurlijk. Elke dag groeit die natuurlijk ook een stukje. Ja, ja. En op een gegeven moment gebruik je dat licht om sneller te laten ontwikkelen, zeg ik dat goed? Dat klopt ook, hij gaat snel. Maar het belangrijkste voor ons is dat het blad van de tulp omwijd gaat. Dat hij gaat spreiden en dat hij dan de vochthuishouding beter kan genereren. Het is ook belangrijk voor de houdbaarheid en de sterkte van de plant in totaliteit. Dus dit is eigenlijk ook gewoon een kwaliteitsverbetering wat we hier plaats laten vinden. Hij gaat zelfs op een gegeven moment de tulpenflat uit. Hoe lang heeft hij dan nog nodig voordat hij klaar is? Nou, dan heb je nog ongeveer 2 weken werk om vervolgens naar de bosafdeling toe te gaan. Mijn medewerkers hierachter, die plukken de tulpen, die leggen ze op de band neer. Vervolgens aan de andere kant van deze machine wordt de bol eraf gehaald. Hij komt hangend hier al langs. Er wordt nog een screenshot van gemaakt. Vervolgens worden de tulpen geborst op 10. En hier al achter worden de tulpen in de verpakking gedaan om zo bij de consumenten thuis, bij de mensen thuis op tafel te komen staan. Het begint allemaal met een bolletje. En uiteindelijk eindig je met een stralende bos bloemen bij jou in de woonkamer. Daar kunnen we met z'n allen super trots op zijn. Zo'n oer-Hollands product.
Wat brengt er toch een hoop vrolijkheid, hè, die tulpen. Ja, dit jaar zit het er dus niet in om tulpen te plukken op de Dam. En dat is jammer. Maar we hebben wel iets heel anders leuks. Ik ga 100 bossen met tulpen weggeven. Sterker nog, jij kan je opgeven via onze socials en dan kan je iemand anders daar blij mee maken. En zeg nou zelf, daar word je toch vrolijk van? En deze bos, die mag ik dus weg gaan geven. En ik weet precies aan wie ik deze bos ga geven. Die is natuurlijk voor mijn grote vriend Rob. Want die zal het ook wel ontzettend jammer vinden dat we niet samen op de Dam kunnen staan. Wil je nou nog wat tips hebben over hoe je ze moet verzorgen? Kijk dan ook even op onze socials.